Dit, beste kijkers, is Amik Salim en die is onderdeel van een volksinitiatief wat in Amsterdam gestart is. Wat is dat voor volksinitiatief, Amik? Het heet Amsterdam heeft een keuze. En het gaat over, met name over een maximering aan toeristenovernachtingen. Wat willen jullie precies bereiken? Niet zoveel toeristen meer in de stad, minder? Nou, wat wij willen bereiken is graag een juiste balans voor de stad. En de juiste balans die vinden wij, die zit hem erin als rekening wordt gehouden met alle belanghebbenden bij het hele toerismeprobleem of toerisme kwestie. En dat is als je rekening houdt met de bewoners, met en toeristen nog altijd welkom zijn in deze stad, want deze stad moet toegankelijk zijn voor iedereen. En dat is ook wat past bij de stad. En ook voor de bewoners en voor ondernemers. En wij vinden dat op het moment dat de bewoners nog niet centraal genoeg hebben gestaan de afgelopen jaren. En daarvoor zijn wij het initiatief gestart om de bewoner meer centraal te stellen en om een veel meer een juiste balans te verkrijgen voor in de stad Amsterdam. En dat doen we dus met name door een maximering aan toerismeovernachtingen. Ja. Zijn jullie tijdens deze coronacrisis tot dit inzicht gekomen of tot deze actie? Nou, het is grappig. Wij waren hier eigenlijk al mee bezig voor de coronacrisis. En we waren al bezig met, joh, het is de afgelopen jaren zo geëxplodeerd. Maar hoe kunnen we nou weer terug naar een mooie balans voor de stad? En we zijn gewoon een groepje vier jongens, jonge Amsterdammers. En gewoon begaan met de stad en daarom zijn we dit begonnen. En we waren dus eerder al ermee bezig, maar toen kwam de coronacrisis en die heeft heel pijnlijk blootgelegd hoe afhankelijk de stad is geworden van toerisme. Ja, heel veel plekken waren gewoon verlaten en leeg, omdat daar eigenlijk alleen maar normaal gesproken toeristen waren. Dus eigenlijk het hele centrum was gewoon uitgestorven. Precies, inderdaad. En de hele handel daar lag stil. Precies, dus de balans van is weer de andere kant op geslagen als je dat ons vraagt. Helemaal geen toeristen, is ook helemaal niet leuk. Het is ook niet leuk voor de stad, voor de ondernemers, voor niemand. Maar wat we ook zagen is dat er heel veel bewoners bij de Nieuwmarkt en bij de Wallen elkaar tegenkwamen. En ineens met tafeltjes buiten gingen zitten en met elkaar een koffietje gingen drinken. En de buren weer leerden kennen. Dus dat sentiment leefde enorm en dat merkten wij en dat voelden wij. En dat was precies wij als stadsbewoners dat we dachten van, ja, dit leeft zo enorm. En dit geeft precies aan dat er een hang is naar een gezonde balans. Toen zijn wij dit gaan starten. Ja. En wat willen jullie precies? Willen jullie bij de gemeenteraad een motie indienen of zo? Of een ander beleid afdwingen? Dat de politiek iets gaat doen? Ja, het volksinitiatief heeft in principe 1200 stemmen nodig om besproken te worden door de raad. Nou, we zitten op ruim 23.000 in een klein weekje, dus dat is wel aardig gelukt. Nou, gefeliciteerd. Dankjewel, ja, dat is wel echt positief verrast allemaal, moet ik zeggen. En dus het staat op de agenda van de raad en dat gaat worden besproken. Dus dat staat vast. Maar hoe meer stemmen, hoe beter natuurlijk. Want dat zorgt ervoor dat aangeeft dat er wel hier dat dit breed gedragen wordt. En wat wij willen is graag dat het voorstel wordt besproken en wordt aangenomen. En met name gaat het over maximering. En waarom we dat doen is omdat wij hebben gemist in de discussie hier voorafgaand aan het toerisme en vooral voor corona. Hebben wij gemist dat je het toerisme kunt limiteren. We hebben gemist dat de aantallen moeten beperkt worden voor het leefbaarder maken van de stad. Het ging veel meer over wat voor bepaald type toerist je de stad in wil hebben, of niet wil hebben. En het ging over overlast en dergelijke onderwerpen. Wij missen een debat of een discussie, een gesprek over de aantallen, want de aantallen moeten gewoon terug. Want de aantallen, dat maken dat het niet leefbaar is. En daarvoor stellen wij gewoon een harde maximering. Ja. 12 miljoen.
Wat je dan wel krijgt natuurlijk, is er is de afgelopen jaren enorm veel hotelcapaciteit in Amsterdam ontwikkeld. Er worden nog steeds nieuwe hotels geopend. Daar zal er ook in ingegrepen moeten worden. Misschien kunnen we daarmee de woningnood oplossen door het hotels als woning om te bouwen. Speciaal voor jongeren bijvoorbeeld. Ja, dat zou fantastisch zijn. Dat is ook een van de dingen wat we omschrijven. Het was vorig jaar, waren de toeristenovernachtingen, die waren zo uit de hand gelopen dat er 19 miljoen van waren in één jaar. En we zaten op 2014 nog op 12 miljoen. Dus stel je voor hoe hard dat is gegaan. En waarom wij dat hebben genomen als punt, is omdat toen het nog gezellig druk was en daarna is men het alleen maar gaan ervaren als vervelend. Maar het is niet een harde regel, het gaat er meer om, die 12 miljoen, het gaat er meer om, dat hebben we als uitgangspunt genomen, maar het gaat ons met name om dat er een maximering komt. En als daar als gevolg daarvan wat leegstand komt, maar we verwachten dat zeer minimaal is, want met 12 miljoen toeristenovernachtingen heb je het echt wel over een behoorlijk, nogal gezellige, drukke stad nog steeds. Maar dan hebben wij voorgesteld dat een wethouder erop toeziet dat wordt meegedacht met de lokale ondernemer om de lokale zaken van te maken van de toeristenshops. Dus daar wel hulp bij geboden wordt. Van toeristenshops naar lokale winkels. Van grote hotels of wat minder grote hotels. En dat ze een handje worden geholpen in een herbestemming. Dat is inderdaad de insteek van. Zodat de Amsterdammers ook weer eens een keertje naar de binnenstad gaan. Ja. Dat klopt. Zodat uiteindelijk gewoon het leefbaar is, de hele stad en de situatie fijn wordt, ook voor Amsterdammers om gewoon in de stad rond te lopen op het Rembrandt, op het Leidse, op de Nieuwmarkt. Ik noem maar wat plekken. Want ik weet niet hoe het met jou zat, Roep, maar met mij en velen, en volgens mij, als je naar de handtekeningen kijkt, heel veel Amsterdammers die... Ja, die gingen niet meer zo de stad in als eerst. En je hoort veel het geluid dat ze zich niet meer verbonden voelen. Nee, de binnenstad was gewoon verworden tot één groot pretpark, een soort Efteling. Ja, dat klopt. En dat vinden wij inderdaad zo jammer, want we denken, de toeristen zijn natuurlijk van harte welkom. Maar wel in onze stad. En niet in, anders wordt het een soort Venetië, zullen we maar zeggen. Precies. En daarom vinden wij dat het een belangrijke element in de discussie over toerisme moet zijn, want welk aantal is realistisch en is haalbaar en is goed voor alle partijen en voor alle belanghebbenden. Want als je het hebt over een gasvrije stad, dan heb je het over dat eerst een bewoner natuurlijk centraal staat, waarna vervolgens een bewoner gasvrij is voor toeristen. Dus het staat al in het woord van gasvrijheid. Nou, je merkt het de laatste jaren merk je ook onder bewoners van Amsterdam een toenemende irritatie. De Amsterdammers zijn van nature eigenlijk vrij gastvrij. Maar je merkt een toenemende irritatie over het aantal toeristen. Heb je dat ook gemerkt? Hebben jullie dat ook gemerkt? Ja, dat begrijp ik ook heel goed. Ik begrijp ook dat sentiment wat er is. Want het is ook uit de hand gelopen. Ja, het moet weer terug. En daar hebben jullie dit volksinitiatief voor genomen. Weet je al wanneer ze het gaan bespreken in de gemeenteraad? Er zijn nog wel een paar tussenstapjes voordat echt definitief het voorstel wordt onder de neuzen gelegd van de raadsleden. En dat, dat gaat niet nog deze zomer gebeuren. Maar wij willen ervoor zorgen dat het in ieder geval, en we hopen dat dat gewoon gebeurt, voordat weer toerismegroei gaat doorzetten en helemaal terugkomen tot het niveau op voor corona. En dit jaar hebben wij gelukkig denk ik niet te maken met zulke extreme gevallen. Getallen die we gaan zien rondlopen in de stad. Maar ja, volgend jaar, daar willen we voor zijn. Dus na de zomer hoop je dat het in de gemeenteraad komt? Ergens september, oktober, november? Ja, dat hopen wij. We moeten nog even horen van precies hoe de timing is en hoe... En wat besproken wordt en wanneer zij het echt naar gaan kijken. Maar dat volgt nog en wij willen graag. Maar dat gaat sowieso gebeuren. Goed achtergooien. Dat gaat sowieso gebeuren. Dankjewel
aan Miek en Salim voor dit gesprek, voor dit volksinitiatief ook. En veel succes en sterkte ermee. Heel graag gedaan, Rob, en dankjewel.